En het symposium Check Check Double Check, dat door Stichting de Backlot is georganiseerd, is zeer geslaagd. Dat zegt Backlot-directeur Eddie Wijngaarden. Het driedaagse symposium is vandaag afgesloten. De organisatie had gemikt op 60 deelnemers, maar er was veel animo en waren dichtbij 80 deelnemers. De journalisten hebben spontaan meegedaan aan de debatten. Zo zie je dat er behoefte is aan meer voorlichting en informatie, zegt Wijngaarden. En dat is precies de reden ook waarom ik ermee begonnen ben. Want ik vond dat de transparantie in Suriname niet het beste is. Waar dan over. Is er ook naar Surinaamse deskundigen gekeken? Nou, die zijn er wel bij. Ik heb net geluisterd naar meneer Braver, niet Iwan Braver, maar zijn broer, over blockchain toepassingen in de, zeg maar de onderzoeksjournalistiek. En dat is van hoog niveau wat hij daar neergezet heeft. Dus ik ben niet van overtuigd dat het alleen maar buitenlanders zijn. We hebben ook gestreefd om ook mensen te krijgen die wat mee konden geven. Ik heb professor Maurits Schalkwijk als inleider gehad. Ook een Surinamer van allure met hele kwaliteit. En natuurlijk zul je niet altijd in Suriname terechtkomen als je goede kwaliteit zoekt. Maar we kunnen wel vormen. En dat is de bedoeling van dit symposium. We vormen Surinaamse kwaliteit nu. Misschien de volgende keer dat kunnen overnemen. Want het zal absoluut niet blijven bij deze ene keer. Ik ben ervan overtuigd dat er vervolg zal komen, gezien de reacties tijdens de debatten. Alvin Roosevelt, participant aan het symposium, vond het erg interessant. Vooral de manier waarop de inleiders met bruikbare informatie omgaan, zegt hij. Wilfred Lewin was een van de inleiders en Safira Yesserun heeft als belangstellende meegedaan. Lewin denkt dat dit symposium een goede boost is voor de Surinaamse journalisten. Yesserun geeft aan dat zij als geïnteresseerde burger heeft meegedaan en heel benieuwd was naar het resultaat van het symposium. En wat mij wel opviel is dat er zoveel informatie blijft liggen. Want de vraag is, wanneer je een goed verhaal hebt gebracht, je hebt een sterk verhaal gebracht, wat gebeurt er daarna? Weet je, dus dat was wel treffend om te zien. Ik denk dat bijscholing zoals dit echt belangrijk is. En als je zo'n bijscholing krijgt, dan heb je eigenlijk vernieuwde energie om op het veld beter te zijn. Om zeker wat meer onderzoek te gaan doen in je werk. Hiermee zeg je dus niet dat Surinaamse journalisten niet aan check, check en double check doen? Nee, zeker niet. Dat doen we wel. Alleen, er moet wat bijscholing komen. En kijk, onderzoek gaat in de mate van onderzoek. Want onderzoek kan ook 2 minuten zijn, kan ook 3 minuten zijn. In de journalistiek kan je zeker, hebben we een stelregel, 5 W's en de 1 H. Als je die 5 W's en de 1 H al hebt ingevuld, heb je al onderzoek gedaan. En ik denk dat bij heel veel journalisten dat inderdaad plaatsvindt. Dus Surinaamse journalisten, die doen wel onderzoek. En het is een eye-opener. Ik ben blij dat het er is. En ook gewoon voor de algemene journalistiek. Het kan het zeker tillen naar een ander niveau, hoger niveau. Inderdaad is bevestigd door zowel de presentatoren als de deelnemers dat we eigenlijk een beetje achter de hype van de dag aanhollen. En dat zien we in ons dagelijks leven. En daardoor verliezen we de big picture vaak. En we moeten daar zeker meer gebruik van maken, denk ik. En zaken onderzoeken, doorvragen. En als ik die vraag heb, of u die vraag heeft, nou, dan heeft de samenleving dat waarschijnlijk ook. Dus ik denk dat het zeker positief is. Dat is dus Safira Yesserun. En daarvoor zag je Wilfred Lewin en Alvin Roosevelt. Ze spraken vandaag bij het symposium over onderzoeksjournalistiek. Het symposium is gehouden in de conferentiezaal van Hotel Krasnapolski.